Moonlight Night. Het klinkt als een exotisch cocktail. Dat is het niet. Maar wat is het dan wel? Nee, een cocktail is het niet. Het is een heel mooi evenement waarbij we met allemaal hulpverleningsvoertuigen naar de kinderafdeling van het ziekenhuis gaan. Om daar de kinderen zich eens even niet ziek te laten voelen. Ja, en dat gebeurt dan zo met zonsondergang. Waarbij alle zwaailichten aangezet worden. Dus ja, we hebben wel een beetje een cocktail van licht, zeg maar. We weten ook dat er kinderen echt weken naar uit hebben gekeken om de politie te zien. Maar ook de brandweer, de marechaussee was er. Dus het was gewoon echt geweldig om zoveel mensen bij elkaar te zien. Die voor de kinderen uiteraard komen. Hebben jullie nog iets speciaals gedaan om dat moment zo goed te laten verlopen? We hebben flyers gemaakt voor alle kamers en voor alle ouders die mee naar beneden wilden gaan. Natuurlijk konden niet alle kinderen mee, want er zijn ook kindjes die heel ziek waren die op dat moment aan de bewaking moesten blijven. En de grote verrassing is dat er ook een motor naar binnen kwam. Ja, dat is nu inderdaad voor de tweede keer gebeurd. Dat inderdaad een motoragent met motor en al de kinderafdeling opgegaan is. Dit jaar ook met een aantal agenten op de fiets, die zijn ook naar binnen gegaan. Maar die motor die steelt toch wel de show. Het mag natuurlijk wel duidelijk zijn dat die niet rijdend erop komt, dat we hem wel naar binnen duwen. De kinderen hebben zelf ook knutselwerk gemaakt voor de hulpdiensten die op dat moment aanwezig waren. Mm-hmm. Hoe hebben ze dat gedaan? De pedagogische medewerkers van het ziekenhuis of van de afdeling, die hebben de kinderen apart genomen die graag iets wilden maken. En die hebben uiteindelijk knutselwerkjes of tekeningen gemaakt voor de hulpverleners. En dat is uiteindelijk aan de politie aangeboden. Lotte en ik hebben het dus dit jaar in banen mogen leiden. En het was voor ons ook heel spannend. Het was voor ons de eerste keer, terwijl het nu al ongeveer de vijfde keer is geweest dat het hier heeft plaatsgevonden. En we vonden het natuurlijk superleuk om te doen. De kinderen waren mega enthousiast. Dus ja, het was superleuk. Dus we willen ook een bedankje doen naar alle hulpdiensten die hier ter plekke zijn gekomen voor onze kinderen een leuke dag te bezorgen.